Groete nu Maria, vol genade, stralend als de zon, een hemelkoningin. Sterren zijn uw kroon en de maan is uw troon. U draagt de dageraad, door u schenkt God zijn zoon. Jezus gedragen, de redder die verlost. U ontsluit ons de poorten, ons voor op de weg. Ons voor op de weg, Maria. Zing maar hoe mee, ja. Wij begroeten u, Maria, vol genade. Stralend als de zon, een hemel. Sterren zijn uw kroon en de maan is uw troon. U draagt de dageraad, door u schenkt God zijn zoon. Trouwe moeder Maria, toen uw zoon voor ons leed, zag uw blik en vertrouwen, zijn kruis dat leven geeft. Zag stervende zon, bloed en water bevrijd van zonde en van dood. Wij begroeten u, Maria, vol genade, stralend als de zon, een hemelkoningin. Sterren zijn u en de maan is u. Schenkt God zijn zoon, hart bewaard voor de zonden, dochter, moeder en man, die in ziel en in lichaam de wemel binnen had. Koningin van de wereld, koningin van het heelal, die haar kinderen eens bij God ontvangen zal. Wij begroeten u, Maria, vol genade, stralend als de zon, een hemelkoningin. Sterren zijn uw kroon en de maan is uw troon. U draagt de dageraad, door u schenkt God zijn zoon. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Broeders en zusters, welkom. Met velen zijt gij door het barre weer gekomen, getrotseerd om het licht mee te maken dat Jezus en Maria uitstralen. Welkom in ons midden. Wij zijn hier omdat voor deze kleine en nieuwe gemeenschap weer een heugelijke dag is aangebroken. Iemand, zuster Mirjam, die haar eeuwige trouw zal aanbieden aan Jezus en aan zijn moeder. Wij heten ook haar ouders welkom, haar broers en zus, en ook de zusters uit de abdij van Koningsoord in Nederland, waar zij lange jaren als religieuze heeft geleefd. Wij zijn blij voor alle mensen die hier zijn, van heinde en verre. En er zijn er die nog laten weten hebben dat ze hadden willen komen, maar dat ze met hun hart en hun geest bij ons zijn.
Wij kregen een woordje van onze bisschop, Monseigneur Lode Aerts, van Monseigneur Léonard uit Le Loos in het zuiden van Frankrijk en zelfs van koning Philippe en de koningin. Maar wij zijn bij onze koning vandaag en bij onze koningin om hier samen rondom hen te bidden en te danken. Laten wij eerst ons hart zuiver maken en vragen dat de Heer ons vergeving schenkt en barmhartig voor ons is. Bidden wij om vergeving. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Smeek ik de heilige maagd Maria, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de almachtige en barmhartige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. Kyrie, eleison. Kyrie, eleison. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie, eleison. Kyrie, eleison. Gloria, gloria in excelsis Deo. 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 Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij lief heeft. Wij loven U, wij prijzen en aanbidden U. Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor Uw grote heerlijkheid. Heer God, hemelse Koning, God Almachtige Vader, Heer enige geboren Zoon, Jezus Christus. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader, Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons. Want Gij alleen zijt de Heilige, Gij alleen de Heer, Gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus, met de Heilige Geest, in de heerlijkheid van God de Vader. Amen. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria
in excelsis Deo. Laat ons bidden. Heer God, Heilige Vader, op dit grote feest van uw moeder, de onbevlekt ontvangene, bidden wij voor zuster Mirjam. Bevestig haar vandaag in haar levenskeuze en breng de genade die gij hebt beloofd bij het doopsel ook hebt gegeven tot volle wasdom. Nu zij haar woord zal geven en op een nieuwe wijze met u verbonden zal zijn en door een sterke band met u wil leven. Wij danken u daarvoor, want dan zal zij vol ijver meewerken met u aan de uitbreiding van het Rijk van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Uit het boek Genesis. Nadat Adam van de boom gegeten had, riep God de Heer de mens en vroeg hem: waar zijt gij? Hij antwoordde: ik hoorde uw donder in de tuin en toen werd ik bang omdat ik naakt ben. Daarom heb ik mij verborgen. Maar God de Heer zei: wie heeft u verteld dat gij naakt zijt? Hebt ge soms gegeten van de boom die ik u verboden heb? De mens antwoordde: de vrouw die gij mij als gezellin hebt gegeven, zij heeft mij van die boom gegeven. En toen heb ik gegeten. Daarop vroeg God de Heer aan de vrouw: hoe hebt ge dat kunnen doen? De vrouw zei: de slang heeft mij verleid en toen heb ik gegeten. God de Heer zei toen tot de slang: omdat gij dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt onder alle tamme dieren en onder alle wilde beesten. Op uw buik zult ge kruipen en stof zult ge vreten, alle dagen van uw leven. Vijandschap sticht ik tussen u en de vrouw, tussen uw kroost en het hare. Dit zal uw kop bedreigen en gij zijn hiel. De mens noemde zijn vrouw Eva, want zij is de moeder geworden van alle levenden. Zing maar hoe mee. Hart van de Heer vol liefde en kracht, vervul ons met uw Heilige Geest, opdat ons hart van liefde brandt en steeds meer op het uwe lijkt.
hart van de Heer vol liefde en kracht. Vervul ons met uw heilige geest, opdat ons hart van liefde brandt en steeds meer op het uwe. Zingt voor de Heer een nieuw gezang, omdat hij wonderen deed. Zijn hand deed zich krachtig helden, de macht van zijn heilige arm. Zijn weldaden deed hij ons kennen, de volkeren zijn gerechtigheid. Opnieuw bleek zijn goedheid en trouw ten gunste van Israëls huis. Geheel de aarde aanschouwde wat onze God voor ons deed. Verheerlijkt de Heer alle landen. Wees blij, verheugt u en zingt. Hart van de Heer vol liefde en kracht. Vervul ons met uw heilige geest. Ook dat ons hart van liefde brandt en steeds meer op het uwe lijkt. Hart van de Heer vol liefde en kracht. Vervul ons met uw heilige geest. Ook dat ons hart van liefde brandt. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze. Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend met elke geestelijke zegen. In hem heeft hij ons uitverkoren voor de grondlegging der wereld, om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons voorbestemd om zijn kinderen te worden door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Hiermee heeft hij ons begiftigd in de geliefde, in wie wij ook ons erfdeel hebben ontvangen. Daartoe voorbestemd door de beschikking van hem die alles tot stand brengt naar het besluit van zijn wil, opdat wij verbreiden de lof van zijn heerlijkheid, wij die reeds tevoren onze hoop op de Christus hadden gebouwd. Woord van de Heer. Alleluia, 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 alleluia. Verheug u, Maria, begenadigde, de Heer is met u, gij zijt gezegend onder de vrouwen. Alleluia, 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 alleluia. De Heer zij met u. En met u. Lezing uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
Die tijd werd de engel Gabriël van Gods wegen gezonden naar een stad in Galilea, Nazareth, tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette, uit het huis van David. De naam van de maagd was Maria. De engel trad bij haar binnen en sprak: Verheug u, begenadigde, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. Zij schrok van dat woord en vroeg zich af wat die groet toch wel kon betekenen. Maar de engel zei tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, ge zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen. En ge moet hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God de Heer zal hem de troon van zijn vader David schenken. En hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jacob. En aan zijn koningschap zal nooit een einde komen. Maria echter sprak tot de engel: Hoe zal dit geschieden, daar ik geen man beken? Hierop gaf de engel haar ten antwoord: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God. Weet dat zelfs Elisabeth, uw bloedverwante, in haar ouderdom een zoon heeft ontvangen. En ofschoon zij onvruchtbaar heette, is zij nu in haar zesde maand. Want voor God is niets onmogelijk. Nu zei Maria: Zie de dienstmaagd te scheren. Mij geschieden naar uw woord. En de engel ging van haar heen. Tot zover woorden uit de blijde boodschap. Dat de zijkapel een beetje te vol zit. Er is een zaal. Mensen, diegenen die aan het zoeken zijn naar een plaats in de zijkapel, het is niet nodig. Er is een zaal waar je het eigenlijk nog beter kunt zien dan in de kerk. De videozaal of de filmzaal. Broeders en zusters. Mij geschiede naar uw woord. Zie hier de dienstmaagd van de Heer. Dat zijn de meest beslissende woorden die in de geschiedenis zijn uitgesproken om God in deze wereld te brengen. Hoe is het mogelijk? Wie is deze Maria toch? Een woord van een nederige jonge vrouw. Zie hier, uw dienares, de dienstmaagd van de Heer. De beschikbaarheid voor God. Het plan van God is onweerstaanbaar. En soms zegt men wel dat die Maria, dat deze nauwelijks in de Bijbel naar voren treedt. Welnu, dat is wel een bedriegelijke uitspraak, denk ik. Want hoe meer je in de Bijbel gaat lezen en dieper op de woorden ingaat, hoe meer je ontdekt dat deze vrouw overal ter sprake komt. Zichtbaar soms, maar ook heel dikwijls verborgen. Zo nederig, zo eenvoudig. Dat is Maria. Maar het boek, het Bijbelse boek, wordt uiteindelijk geopend met haar en zal ook gesloten worden met haar. Het boek Genesis, waaruit we een stukje hoorden, daar vernemen wij reeds dat God aan de gevallen mens reeds iemand belooft die deze val
zal goedmaken, die de vijand van God zal verpletteren, als het ware. De mens die gezondigd had en daardoor de hele mensheid in de val had doen brengen, die krijgt aanstonds een belofte van de Heer onze God. Ik zal vijandschap stellen tussen u en de vrouw, zegt God. Tussen de kroost van de boze, het serpent, en het kroost van haar. En zij zal u vernietigen. Daar komt het op neer. En heel het Oude Testament is doortrokken met beelden en typologieën die ons verwijzen naar Maria. Uitzonderlijk veel. Het is maar wanneer gij wat dieper gaat graven, dat je ziet dat de belofte van die vrouw eigenlijk voortdurend aan bod zal komen in het Oude Testament en in het Nieuwe. En de nieuwe tijd zal juist beginnen nadat deze vrouw zal zeggen: mij geschiede naar uw woord. Zo zal God in zijn Zoon binnentreden in de wereld. En zal hij, wat de eerste Adam heeft gedaan, weer goed maken. De zonde van één mens, zegt Paulus, heeft de hele mensheid doen vallen. Maar het offer van één mens zal hen weer oprichten en doen opstaan. De gekruisigde Jezus, hij die tot het uiterste is gegaan in zijn liefde. Hij die weer de weg open heeft gemaakt naar het koninkrijk der hemelen. En daardoor, door de bemiddeling van Maria, dit werk heeft kunnen verrichten. En dan zien wij dat zij opnieuw staat bij een andere geboorte, de geboorte van de kerk. Zij is er, toen de geest kwam, voor de tweede maal haar overschaduwde. Zij werd de moeder van de kerk en ook beeld van de kerk. En dan sluiten wij de Heilige Schrift met het boek van de Openbaring, waar midden in dit boek staat geschreven dat een groot teken aan de hemel verscheen. Nadat men de oude ark van het verbond had getoond, verscheen een vrouw voor deze ark die verdween. De nieuwe ark van het verbond. Een vrouw die zwanger was en die haar kind baarde, een jongen, een mannelijk kind, die de volkeren zou wijden met een ijzeren staf. Maria is diegene die dan in dit boek, nadat alles voltooid is, gekroond wordt als koningin en meesteres van alles wat bestaat. Dat is zij. En zij is en blijft werkzaam in de mensengeschiedenis. In de geschiedenis van de kerk ook zien wij hoe zij zich verder openbaart. Op allerhande wijzen. Zij komt naar de wereld, want zij heeft het verderf van haar lichaam niet gekend. Verheerlijkt met lichaam en ziel is ze bij haar Zoon. Dus kan zij naar ons toekomen om haar kinderen te redden.
te helpen de goede weg te vinden in het leven. Want juist onder het kruis stond zij, wanneer alles volbracht zou worden en de verlossing zal bekrachtigd worden, zegt Jezus, zie daar uw moeder. Stervende geeft hij ons het mooiste geschenk dat hij maar kan geven, zijn eigen moeder. En deze moeder is zo bezorgd en werkzaam, trouw aan haar kinderen. En dat is het wat ook met ons is gebeurd, broeders en zusters. Want soms vraagt men zich af, hoe komt het nu dat in deze tijd, deze woelige tijd, waar het geloof langs alle kanten wordt aangevallen en waar mensen werkelijk de weg van Christus verloochenen en zich van hem afkeren, waar er onverschilligheid is en ook in het geloof veel lauwheid is gekomen, waar terreur en angst heersen op deze wereld, hoe komt dat toch dat men, wanneer men ziet dat in de kerk alles aan het verdwijnen en verkwijnen is, zo zegt men, dat plotseling ook nieuwe scheuten aan de stam van het geloof opschieten? Hoe komt het toch dat zoveel jonge gemeenschappen over de gehele wereld als nieuwe sterren gaan schitteren en weer een stukje hoop geven aan de mensheid? Wij zien hoe al deze sterren die Jezus heeft gegeven en die één voor één uitdoven omdat het einde nadert, nieuw licht opgestoken wordt. Hoe komt dat toch? Is het niet Maria zelf die aan het werk is, die de mens opnieuw oproept om voor haar zoon te gaan leven? Welnu, deze vragen hebben wij allemaal gesteld, ook wij, tot op het ogenblik dat wij door haar zelf werden geroepen en het niet konden geloven. Maria is werkzaam. Zij is het die de wereld aan het evangeliseren is en zij vraagt apostelen overal. En zo is het ook gebeurd. Na een hele tijd heeft zij de vraag gesteld via een mystieke vrouw of er ook in deze streek in Vlaanderen, die zo arm was geworden in de beleving van het geloof, als er een nieuw licht zou mogen stralen. En ze vroeg of dat mogelijk zou zijn, hier in dat kleine Vlaanderen. Dat is iets waar wij zo moeilijk kunnen de waarheid over vertellen, omdat het zo indrukwekkend en zo aanstekelijk was. Maar gij kent de tegenstand van de doorsnee Vlaming op dat gebied. En daarom is het niet gemakkelijk in deze streken een nieuw licht van het geloof te doen opflitsen. Ook bij ons niet, priesters. En dat hebben wij ook meegemaakt. Totdat Maria echt een duidelijk wonder heeft laten gebeuren. Een kind heeft laten genezen dat blind was, dat spastisch was en dat heel zware hersenletsels had. En dat kind, daarover heeft zij gesproken aan deze vrouw.
die, laat het mij zeggen tussen haakjes, toen begeleid werd door mijzelf. En zij zei, ga aan de priester zeggen dat hij deze woorden die ik nu gesproken heb naar deze mensen draagt. Woorden over de genezing, de belofte van de totale genezing van dat kind. Uw kind, zo stond er op papier, zal zien als alle anderen. Zal kunnen lopen en springen als alle andere kinderen. Zal kunnen lezen, dansen, zingen, spreken als alle anderen. En zo is geschied. Zo is het gebeurd. Nadat ik weken had gewacht en geaarzeld om dit nieuws, om deze belofte aan de mensen toe te brengen. En zo is de vraag ontstaan na dit wonder, het wonderwerk uiteindelijk door Maria's tussenkomst, de vraag om een nieuwe gemeenschap te stichten, op te richten, een moeder van vrede, dat wil zeggen een moeder die in haar hele lichaam, in haar hele geest, de vrede uitstraalt. Het is een moeder die wij moeten worden voor deze tijd. En zij zelf roept de mensen. Ik kan wel roepen, maar het helpt niet voor een roeping. Het is Maria die roept. En zij roept in het hart van de mensen. En vandaag zijn er hier al 10 mensen die beantwoord hebben aan deze stem van de Moeder Gods. En ook zuster Mirjam, langs een lange omweg meestal. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. Zuster Mirjam ook. Een lang verhaal. Want zij is reeds jong af aan op weg naar God. En uiteindelijk, na zoveel jaren kloosterleven, want vandaag, juist net op de 8e december, is het 35 jaar geleden dat zij voor het eerst binnentrok in een klooster. Maria roept om voor haar ook te werken. Hoe moeten wij dat uitleggen? Dat kunnen wij niet. Dat is het geheim van de Moeder Gods. En vandaag zal zij haar volgen. En wij danken de Heer en wij danken ook de abdij waarin zij leefde. Want zij hebben haar de toestemming gegeven en haar afgestaan. En daarom zit zij vandaag nog even tussen 2 zusters. 4 natuurlijk, maar ze kan maar tussen 2 zitten. Ja. Die haar vorige klooster hebben uitgemaakt. De abdij in Koningsoord in Nederland. Wel nu, zij zijn het die hier vandaag zijn om haar af te geven, als het ware. Want zij waren de nieuwe familie, naast de ouders, die al zo bereidwillig waren geweest haar, hun dochter reeds aan de Heer te schenken, zoveel jaren terug. Wel nu, vandaag zegt zij haar ja-woord ten volle voor het leven. En dat heeft ook eeuwigheidswaarde. En zij heeft gekozen om inderdaad ook met Maria onder het kruis van Jezus te staan. En te getuigen. Te getuigen dat Jezus ook
wondere wegen bewandeld met haar. En daarom zal ze vandaag ook aan haar naam toevoegen, zuster Mirjam van de gekruisigde Jezus. Want hij is het die een uitzonderlijke liefde heeft getoond om haar tot hier te brengen. Laten wij allen dankbaar zijn, broeders en zusters, en laten wij voor elkaar bidden in deze tijd. Want een dergelijke gemeenschap moet vooral een moeder zijn die vrede uitstraalt en die het woord van God beleeft door het gebed en ook door het woord van Jezus te spreken. En daarom hebben wij de kracht van het gebed nodig van iedereen. Want dat zal de heropstanding worden, ook van ons volk. Al is het hardnekkig in het ongeloof geworden, het zal eens weer opbloeien. Wanneer we de handen in elkaar slaan en samen ons gebed tot de Heer richten. Richten en vragen. Vragen dat Hij mensen zendt om werkelijk zijn licht weer te doen uitstralen. Dat is niet alleen ons werk, dat is het werk van hierboven en het werk van al onze vrienden en mensen die rondom ons samenleven. Laten wij daarom met geloof en vertrouwen hier getuigen zijn van deze geloften van trouw aan de Heer en zijn evangelie. En dit geloof willen wij dan ook uitspreken in onze vierde geloofsbelijdenis. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven. De gedaald is ter helle, de derde dag rezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Wij mogen nu gaan neerzitten, omdat de dienst van de gelofte nu een aanvang neemt. Ik wil dan graag de kandidaten tot de eeuwige geloften oproepen. Zuster Mirjam van Damme. Ja, hier ben ik. Beste zuster, we zijn blij dat gij er bent. En gij hebt nu al een hele tijd achter de rug om deze gemeenschap wat van meer nabij te leren kennen. Zoals ik zei, werd gij reeds verbonden met religieuze gemeenschap. Eerst met de Cisterciënzerzusters van de apostolische richting. En dan zijt gij naar de contemplatieve richting gegaan, bij de zusters Trappistinnen in Nederland, de abdij Koningsoord.
En door die bijzondere roepstem van de Heer en bijzonder van zijn moeder Maria, hebt gij op een zekere dag dit licht als een vonk voelen opschieten. Het was geen toeval wellicht dat gij dan op die dag juist een jonge zuster van deze gemeenschap hier ontmoette in de abdij van Koningsoord. En dan kwam de vraag, het verlangen groeide, want gij waart een kind van Maria. Dat had gij al de hele tijd, soms in het verborgene, beoefend en ervoor gebeden. En dan zijn uw oversten zeer loyaal geweest en hebben gezegd, laten we even tot Ginder gaan. En de ontmoeting was goed. En zo werd er aanvaard dat gij een proeftijd zou kunnen doormaken. Eerst enkele tijd en dan langer. Het werd aanvaard. En volgens de wet van de kerk, want wij houden daar zeker rekening mee, wanneer men een overgang mocht maken naar een andere groep, naar een spiritualiteit dat u toch heel sterk aantrok, wel nu, dan moet men eerst 3 jaren van overgang meemaken. Nog 3 jaar behoorde gij eigenlijk nog bij uw oudere gemeenschap. Deze 3 jaren zijn ten einde gelopen. En uw verlangen was nog gegroeid. Je zou hier blijven. Dat stond bij u vast. Daarvoor hebt gij veel gebeden. En hebt gij in al die jaren die gemeenschap leren kennen, in zijn manier van samen zijn. En dat is overal iets anders. Soms gemakkelijk, soms moeilijk. Al deze dingen zijn een uitdaging. Maar gij hebt er u goed doorgeslagen. En daarom staat ge hier met deze grote vraag uw geloften te mogen afleggen. Maar nu, deze uitdaging heeft Maria ook aanvaard. Want zij geeft de indruk dat zij u hier wil houden. De moeder van vrede. En daarom moeten wij, laten we zeggen, ambtshalve bijna, moeten wij de nodige vragen stellen als uw overtuiging werkelijk zo is. Maar nu, ik moet enkele vragen aan u doorgeven. Zuster Mirjam, nu hij u wilt totaal engageren, zijt gij bereid omwille van het Rijk der Hemelen zuiver en kuis te leven naar ziel en lichaam? En dit omwille van Gods Rijk. En dat naar het voorbeeld en naar de hulp ook van Maria, de allerzuiverste moeder, de allerheiligste maagd. Wilt gij zuiver leven en de maagdelijkheid als een kostbare parel in uw hart bewaren? Ja, ik ben bereid. Zijt gij ook bereid
om de armoede te beminnen. Dat wil zeggen, alles prijs te geven. Dat is niet zo gemakkelijk en vanzelfsprekend. Zijt gij daartoe bereid? Maar wees indachtig, daartoe zal de Heer u helpen, dat de Heer Jezus zelf geen steen had om zijn hoofd op te leggen. Ja, ik ben bereid. Zijt gij dan ook bereid om gehoorzaam te zijn aan de wil van God? Want wat God wil, dat is heilig. En dat betekent ook dat gij gehoorzaam wilt zijn aan de leefregel die werd opgesteld en die de uitdrukking is van Gods wil hier ter plaatse. Wilt gij zo gehoorzaam zijn ook aan de kerk, aan paus en bisschop en de verantwoordelijke herder aanvaarden die door de gemeenschap en door de kerkelijke overheid werd bevestigd? Ja, ik ben bereid. Zo, als gij daarvoor bereid zijt, zuster Mirjam, dan vragen wij nog een belangrijke toegevoegde gelofte. Zijt gij bereid om dagelijks hier in deze gemeenschap Moeder van Vrede het Rozenkransgebed te bidden en ook het voorspraakgebed voor de vrede over de wereld, de kerk en de harten van de mensen. Met de hulp van Moeder Maria, Moeder van Vrede, ja, ik ben bereid. Dank u. Hij zegt het op een vastberaden wijze. Laten wij daarom met grote dankbaarheid dat aanvaarden en ook uw geloften dan straks ontvangen. Daartoe zult gij een geloftenkruis ontvangen dat gij altijd bij u moet houden. Het is het kruis dat u zal beschermen. Het is de gekruisigde Christus die met u zal meegaan en die uw naam zal moeten bevestigen. En daarvoor willen wij dit kruis zegenen. Zegen dit geloftenkruis, Heer, het teken van uw oneindige liefde voor haar die voor u gekozen heeft. Teken ook dat naar de hemel wijst, want dit kruis zal u beschermen op de weg naar God. Zo zegene de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En ook het kruisje dat je boven je habuit straks zult dragen, zichtbaar, dat wordt ook nu gezegend. Dit kruis, daar is het corpus van de Heer niet aanwezig. Gij zelf zult u aan dit kruis moeten hechten. Door de vernederingen te dragen die gij omwille van Jezus Christus zult moeten meemaken. Om sterk te blijven en stand te houden in het gebed en in het geloof. Moge dit kruis een getuigenis worden door de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En om u te sterken, zuster Mirjam, om te weten dat je nooit bevreesd moet zijn, zullen wij nu alle heiligen aanroepen. Ze zullen u omringen samen met de engelen, opdat het kwaad u niet kan overweldigen. Het is een dam die opgeworpen wordt, het gebed van de heiligen. En daartoe zult gij u neerleggen ter aarde, als die kleine zwakke mens die zich vernedert voor God, maar verheven zal worden door Jezus Christus, uw geliefde bruidegom. Adoramus te, Domine. Mede
Dominus. Adoramus te, Domine. Met de heilige Benedictus. Adoramus te, Domine. Met de heilige Bernardus. Adoramus te, Domine. Heilige Franciscus van Assisi. Adoramus te, Domine. Met de heilige Dominicus. Adoramus te, Domine. Adoramus te, Domine. Mede heilige Diederik. Adoramus te, Domine. Mede heilige Margaretha. Adoramus te, Domine. Heilige Carolus Borromeus. Adoramus te, Domine. Heilige Johannes Bosco. Adoramus te, Domine. Heilige Robertus Bellarminus. Adoramus te, Domine. Mede heilige Helena. Adoramus te, Domine. Mede heilige Jeanne d'Arc. Adoramus te, Domine. Domine. Mede heilige Pater Pio. Adoramus te, Domine. Heilige Teresa van Lisieux. Adoramus te, Domine. Mede heilige Bernadette. Adoramus te, Domine. Heilige Maria Bawardi. Adoramus te, Domine. Met de heilige Pater Kolben. Adoramus te, Domine. Adoramus te, Domine. Heilige Grion de Montfort. Adoramus te, Domine. Heilige Johannes Paulus II. Adoramus te, Domine. Adoramus te, Domine. Heilige Elisabeth van Drieënheid. Adoramus te, Domine. Heilige Jacinta en Francesco. Adoramus te, Domine. Heilige Mauritius en Diana. Adoramus te, Domine.
Deus te Domine. Heilige Vincentius Apollo. Adoramus te Domine. Salve Apides Vox. Adoramus te Domine. Adoramus te Domine. Alle heiligen naar wie wij heten. Adoramus te Domine. Alle heiligen die ons dierbaar zijn. Adoramus te Domine. Alle heiligen van God. Adoramus te Domine. O Christe audinos. O Christe audinos. Wees ons genadig, Heer. O Christe audinos. Verlos ons van alle kwaad. O Christe audinos, verlos ons van alle zonden. O Christe audinos, verlos ons van alle oorlog. O Christe audinos, verlos ons van alle eenzaamheid. O Christe, audinos. Verlos ons van haat en tweedracht. O Christe, audinos. Verlos ons van angst en twijfel. O Christe, audinos. O Christe, audinos. Verlos ons van pijn en ziekte. O Christe, audinos. Wil uw heilige kerk besturen en bewaren. O Christe, audinos. Wil paus Franciscus en al wie in de kerk een bediening heeft, in geloof bewaren. O Christe, audinos. Wel deze geroepene zegenen. O Christe, audinos. Wel deze geroepene zegenen en heiligen. O Christe, audinos.
uw geloften uit als engagement voor het leven, geloften die eeuwigheidswaarde hebben. En daarvoor legt gij, om dit te bekrachtigen, uw hand op het kruis. Het kruis dat gij zult meedragen in uw leven als toegewijde. Ik, zuster Mirjam van Damme, beloof in eer en geweten, met hart en ziel en in volle vrijheid de weg te volgen die Jezus en Maria mij aanwijzen. Ik wil hem volgen in een leven van kuisheid door onhuwbaar te zijn omwille van het Rijk Gods. Ik wil de armoede beminnen en beleven zoals de regel ze ons aanreikt. Ik wil dit volbrengen in gehoorzaamheid aan het evangelie, aan onze moeder de Heilige Kerk, onze Heilige Vader de Paus, onze bisschop en aan de herder van de gemeenschap. Ik wil mij met vreugde wijden aan het bidden van de rozenkrans en het dagelijks gebed van voorspraak. Zo wil ik mij door deze geloften verbinden aan de congregatie Gemeenschap Moeder van Vrede en dit voor heel mijn leven. Moge de Heilige Geest mij de nodige kracht schenken en Maria mij helpen. Wij danken God en geven u dit kruis dat gij met u zult meedragen. En ontvang ook het kleine kruis dat gij boven uw habit zult dragen als een teken van uw getuigenis voor de Heer. Hecht er u aan en wees moedig en sterk. Ook zullen wij nu een ander teken, een symbool geven en wijzen. Het is de ring die gij zult dragen. Gij zijt de bruid van de Heer, uw bruidegom. Deze ring is een teken voor uw verbond met hem. Een verbond dat gij nimmer kunt verbreken. Zegenen en wijden deze ring, die uw trouw zal bevestigen. Ik zal stevig op uw vinger zetten. En de vrede van de Heer zij met u, zuster Mirjam. Ja.
Broeders en zusters, laten wij nu de gebeden beantwoorden die zullen opstijgen naar de Vader. Hij luistert met vreugde naar alle kinderen die tot hem bidden. Voor de kerk van God, voor de paus en onze bisschop en voor alle herders van het volk van God, voor de priesters en diakens en voor de religieuze gemeenschappen, dat zij in liefde en trouw mogen blijven voorgaan op de weg naar de heiligheid. Laat ons bidden. Wij bidden u, verhoor ons, Heer. Heer, er is vreugde in ons hart, omdat onze zuster Mirjam zich verbonden heeft aan de gemeenschap Moeder van Vrede. Wij bidden dat haar hart vervuld mogen blijven van vreugde, omwille van haar levenskeuze in dienst van Maria en van haar zoon Jezus, die zijn oneindige liefde op het kruis voor haar heeft getoond. Laat ons bidden. Wij bidden u, verhoor ons, Heer. Voor de gemeenschap van Abdij Koningsoord, waartoe zuster Mirjam 20 jaar heeft behoord. Uit grote dankbaarheid om de religieuze vorming die zij van hen heeft ontvangen. Mogen de Heilige Geest hen blijven bezielen en richting geven tot een authentiek monastiek leven en een evangelisch getuigenis. En wij bidden om nieuwe roepingen. Laat ons bidden. Wij bidden u, verhoor ons, Heer. Voor de overleden familieleden, vrienden en medezusters van zuster Mirjam, in het bijzonder voor haar grootouders, voor zuster Caritas en zuster Pia, en voor al onze dierbare overledenen en de meest verlaten zielen in het vaagvuur, dat zij verlichting en bevrijding mogen ontvangen, en op hun beurt voor ons allen voorsprekers zijn. Laat ons bidden. Wij bidden u, verhoor ons, Heer. Heer onze God, dit zijn al onze gebeden en nog zoveel lieven in ons hart. Zorg ook met goedheid voor alle mensen die hier rondom u verzameld zijn en wil hen geleiden op hun pelgrimstocht naar u, door Christus Jezus, onze Heer. Thank you.
Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Amen. Heer, wij bieden u deze gaven aan. En wij danken u voor de gave van zuster Mirjam, die zich aan u heeft opgedragen. Bevestig nu in uw liefde en in uw goedheid deze geloften. En toon gij haar, Vader, dat gij haar wilt leiden. En vervul haar met de grote vreugde, de gave die van u komt en van de Heilige Geest, door Christus onze Heer. Amen. De Heer zal bij u zijn. De Heer zal verheft uw hart. Wij zijn met ons hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Die is onze dankbaarheid waardig. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. En nu verheerlijken wij u bij het feest van de onbevlekte ontvangenis van de Moeder Gods. Zij die overschaduwd werd door de Heilige Geest, zij heeft uw woord gedragen en ontvangen in haar schoot. Zij heeft de luister van haar maagdelijkheid bewaard. Het levenslicht heeft zij geschonken aan hem die wordt genoemd het licht der wereld, Jezus Christus onze Heer. En daarom verkondigen wij met alle engelen en heiligen, machten en krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij u. En zingen wij u toe vol vreugde. Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra, gloria tua. Hosanna, hosanna. Hosanna, hosanna in excelsis. Hosanna, hosanna in excelsis. Hosanna, hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, hosanna in excelsis. Hosanna, hosanna in excelsis. Hosanna, hosanna in excelsis. Ja, waarlijk, heilig zijt gij, Vader. Gij zijt de bron. Uit u stroomt alle heiligheid. Stort uw geest nu uit over deze gaven van brood en wijn en heilig ze voor ons tot het lichaam en het bloed van Jezus Christus, uw geliefde Zoon. Want op de avond voor zijn lijden en dood nam hij het brood in zijn handen, sprak de zegen en het dankgebed uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.
Na de maaltijd nam hij ook de beker met wijn. Opnieuw zegde hij een dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en voor velen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van ons geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij bereiden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl we vol verwachting uitzien naar zijn wederkomst in heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde. Raak ons aan met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij. Vrijmoedig in deze geest bidden wij uw Vader voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Franciscus, aan onze bisschop Lode en aan allen die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart. En vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met heel uw volk, met de Maagd Maria, de moeder van de Heer, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, martelaar en al uw heiligen, samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Amen. Door hem en met hem en in hem. Uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest. Amen. Hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij nu zingen, bidden met allen die aan God zijn gewijd en alle volkeren die hem loven. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum,
Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. Amen. En de vrede van de Heer zij altijd met u. En met uw geest. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere. Zalig zij die genodigd zijn tot de maaltijd van de Heer. Zie, dit is het Lam Gods dat wegneemt de zonde van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus, bewaar mij tot het eeuwige leven. Amen. Thank you.
notre cité se trouve dans les cieux. Nous verrons l'épouse de l'agneau, resplendissante de la gloire de Dieu, céleste de Jérusalem. Aangebroken dat zuster Mirjam haar toewijding aan Maria zal hernieuwen. Omringd door alle leden van de gemeenschap. Iedere dag wijden wij ons toe aan de Moeder Gods. Heilige Maagd Maria, moeder van God en ook onze moeder, aan uw onbevlekt hart wijd ik mij toe met alles wat ik ben en heb. Neem mij onder uw moederlijke bescherming. Bescherm mij voor alle gevaren. Help mij de bekoringen te overwinnen die mij tot het kwade verleiden, zodat ik de zuiverheid van mijn lichaam en mijn ziel behoud. Uw onbevlekt hart mogen mij een toevlucht en de weg zijn die mij tot God leidt. Bewerk in mij de genade om uit liefde tot Jezus veel te bidden en te offeren voor de bekering van de zondaars en eerherstel te brengen voor de zonden die tegen uw onbevlekt hart worden gedaan. In vereniging met u en met het heilig hart van uw goddelijke Zoon wil ik in volkomen overgave aan de heilige drie-eenheid leven, waarin ik geloof, hen aanbid, op wie ik hoop en die ik bemin. Amen. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir et toi pour toujours.
Laten wij tot slot bidden. Heer God, het antwoord dat zuster Mirjam op uw woord heeft gegeven, hebt gij nu bevestigd. Wij bidden u, vervul haar met vreugde. Blijf haar begeleiden en aanspreken. Kom met uw overweldigende liefde over haar en blijf haar uw genade schenken. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, hier en altijd tot in eeuwigheid. Amen. En nu is het woordje ook aan zuster Mirjam. Lieve mensen allemaal, ik wil jullie hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid. En vooral ook om Jezus en Maria te vieren. In het bijzonder onze lieve vrouw, moeder van vrede, op het hoogfeest van haar onbevlekte ontvangenis. U hebt gehoord dat ik een toevoeging aan mijn naam kreeg. Zuster Mirjam van de gekruisigde Jezus. Ik heb die naam gekozen en ontvangen van hierboven. En ik ben daar eigenlijk heel gelukkig mee, omdat ik werkelijk alles en ook jullie allemaal aan Jezus' kruisdood te danken hebben. Want zonder hem waren wij voor altijd verloren. Alleen zijn gekruisigde liefde, Jezus, mijn gekruisigde bruidegom, heeft ons allen gered en de poorten naar het paradijs geopend. Laten we dat toch nooit vergeten en hem er elke dag dankbaar voor zijn. En moeder Maria is de gids naar het hart van Jezus. En ik wens niets liever dan dat het vuur tot de heilige harten van Jezus en Maria hoog in jullie mogen oplaaien na deze viering. Dat is ook de wens geweest van zuster Lucia van Fatima en die ik ook eigenlijk tot mijn groot verlangen heb mogen maken. En straks na de litanie van onze lieve vrouw zullen jullie bij het buiten gaan een klein Benedictuskruisje krijgen. Dat is mijn keuze geweest als aandenken van deze viering, om jullie te beschermen tegen het kwaad voor de komende tijden. En na dus de viering zijn jullie dan van harte uitgenodigd op de receptie in de cafetaria. De Heer zij met u. Moge God, die de bron is, uit wie alle goedheid ontspringt, uw bereidheid sterken. Dan zult gij stand houden en zult gij trouw blijven aan wat gij nu hebt beloofd. Amen. Moge hij u geven dat gij de smalle weg moogt gaan die gij gekozen hebt en
bij de weg die gij bewandelt. Draag elkanders lasten. In de vreugde van de Heer Jezus. Amen. God is liefde. Hij brengt u samen tot één gemeenschap, waarin gij allen één zijt in zijn naam. Een liefdesgemeenschap naar het hart van Jezus Christus, onze Heer. Amen. En zegene u allen die hier aanwezig zijn, de almachtige en barmhartige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gaat heen in vrede. Welkundig God. En nu nog meer meezingen dan daarnet. Hè. Het is niet zo moeilijk. Als je het de eerste keer hoort, ga je het vlug mee hebben. Ave Maria, waardige maagd, spiegel van gerechtigheid, ave, zetel van wijsheid, ave Maria, Amen.
van de hemel. Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave. Heil van de zieken, Ave. Toevlucht van de zon. Van de droefde, Ave. Hulp van de christenen, Ave. Ave Maria, Ave. Ave Maria, Ave. Van de engelen, Amen. Koningin van de apostelen, Amen. Koningin van de priesters, Amen. Koningin van de maagden, Amen. Koningin van de rozenkrans, Amen. Koningin van de vrede, Amen. Koningin van de vrede.